Sjan, vorige week schoot je de bal binnen en ging hij tegen de onderkant van de lat, telde hij niet. Wat dacht je nu toen hij tegen de lat daar ging? Ja, nu zag ik hem duidelijk erin gaan en ik denk dat dat duidelijk was. Ja, de winnende goal maken hier in een o zo belangrijke wedstrijd. Wat voel je? Ja, hoe ik me voel. Ik ben heel blij natuurlijk. En ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Zoveel adrenaline gaat door mijn lichaam. Ik heb er geen woorden voor. Ja, je houdt Dordrecht in de race tegen rechtstreeks degradatie ontlopen. Ja, we doen nog mee en ik denk dat het ook wel duidelijk was. Ook 6.8 achterstand maakt niet uit. We doen nog mee, we knokken ervoor en dat hebben we vandaag laten zien. Toch, als je heel eerlijk bent, de eerste helft had ik dat idee niet. De eerste 40 minuten geen kans. Go Ahead Eagles toen in die fase terecht op 1-0. Ja, het is terecht. De eerste helft was Go Ahead gewoon de bovenliggende partij. Maar ik denk dat we de tweede helft, had Go Ahead geen kans. Ze hadden bijna geen kans. Gelukkig maak ik dan de winnen ook. Ja, wat hebben jullie in de rust gezegd? Nu echt alles of niets? Dan maar desnoods dik verliezen, maar we moeten in ieder geval nu echt voor gaan? Ja, dik verliezen niet. We stonden 1-1. Ik denk als we gewoon de bal houden en druk op hun leggen, dat wij gewoon het spel kunnen maken ook. En vooral druk op hun kunnen leggen dan. Ik denk dat we ook een paar kansen hadden. Ja, gelukkig de laatste paar minuten scoren. Ja, dan krijgen jullie een vrije trap. Nou ben jij niet de langste. Dan heb je daar best wel fysiek sterke jongens achterin. Een Job van der Linden, een Vriends, een Schenk. En jij kopt als klein mannetje gewoon die winnende binnen. Ja, wie niet klein is moet slim zijn. Hè? Ja, wie niet groot is moet slim zijn, natuurlijk. Ja, je tikt hem nu binnen. Jullie pakken drie peperdure punten. En het is feest aan de Krommendijk. Het leek wel of jullie al veilig waren. Ja, daar gaan we voor blijven vechten natuurlijk, blijven knokken. Maar de sfeer, dat is goed, hè? Ja, die sfeer is top en die moeten we ook houden. Ik denk dat we een hele goede prestatie hebben geleverd vandaag en dat we verder moeten kijken naar de andere wedstrijden. Wat is er voor jou ineens veranderd, hè? Je speelde eigenlijk helemaal niet en ineens in twee wedstrijden ben je twee keer de belangrijkste man. Ik doe gewoon mijn best. Ik laat gewoon zien op de training dat ik erbij hoor. Gelukkig gaat het nu goed in de wedstrijd ook.